positie. Dus het wordt nog spannend hoor. Met die mannen die gaan rijden. De 35 plaats zien we wel naar voren te komen. Ronny van den Heuvel. Hij zit op die vierde positie. Dat kom op, Max! Dat zou genoeg moeten zijn. Nu komt hij hoor. Elbers. Nu aan de leiding. Kylie Molendijk. De doorkomen Jelle van de Spijker. En dan werd het inderdaad heel spannend richting de finishlijn. Ja, Nick Roloff ziet hoe gemaakt. Jermo Slots. Mathieu van Dam. Jarno van Groningen, Sander Steuring, Erik van der Wiel en Maro van der Heijden. Dat zijn degenen die ook gaan strijden richting die kwartfinale. En het is de 350. Nick Roelofs die hier ook de koppositie in handen heeft genomen. Daar komt de mannetje binnen door. En dat is Sietse Hoegema die daar de koppositie overneemt van Nick Roelofs. En zo zit hij op die tweede positie, maar dat is nog steeds voldoende richting die kwartfinale. Derde man is de 101, 104 en dat is Jermo Slot. En de vierde positie is in handen van Mick.